Welkom in deze nieuwe video van Polestar. We zijn op het hotel aangekomen en wij gaan de kamer bekijken. Er is al één iemand die daar staat te wachten, want ze geeft het kaartje aan mij. En ze vergeet dat ze eigenlijk op een aparte kamer ligt. Dus ze heeft gewoon het kaartje laten liggen bij mij. Kom, met kortje. 300 en 1, dat is 17. En ik ben 302. Dus wij gaan ook de kamer binnen. Dus spannend moment, want ja, je weet maar nooit, het kan altijd fout lopen. Dus je gewoon tegenhouden, dus zo gewoon tegenhouden, dan heb je groen. Ja. Zeg, goodbye. Goodbye. Arrivederci. Dus ik ben nu op de kamer. Ik moet even stappen binnen. Ja, ik heb een zware valies. Ik ga voor 3 weken op vakantie, eigenlijk ga ik maar voor 4 dagen. Dus ik ga die even hier achterlaten. Dus, dan zijn we binnen en dan ga ik de rondleiding geven wat nodig is. Ik heb er wat meer licht. Dus hier kom je dan, heb je de douche. Hier heb je natuurlijk het sanitair wat we nodig hebben. Het toilet is heel belangrijk, maar dat is voor mij groot genoeg. Dan heb je de kast. Dus de kast die we hier hebben. En nog steeds, deze is niet gegroeid, dus deze kan nog steeds in de kast. Dat is eigenlijk dat we ook over op prunk of zitten. Dus wat hebben we dan nog? Natuurlijk een slaapkamer. Dus we hebben hier een televisie. Ook natuurlijk altijd een bureau. We gaan wel niet herten als we hier zijn. En wat hebben we nog? Natuurlijk een slaapplaats. Vooral voor duidelijkheid, ik lig niet met mijn schoen op bed, maar uit het bed. Hè. Dus het is een ideale kamer om te slapen. Dus ik ben heel tevreden. Dit is het. Dus ideaal. Nu gaan we eens kloppen bij de buren. Bij de buren, hoe dat het daaruit ziet. Want ja, we zijn natuurlijk met Anneke weg. En dan gaan we ook eens kloppen, eens zien wat die al klaar is. Even kijken. Even de deur dicht, ik heb mijn kaartje bij. Als ik niet meer op ons ben. Lise, nog altijd een rondleiding aan het geven. Lise. Het is een kopie van de mijn, maar ik ben dus met haar op vakantie. Dus. Hallo! Ja, dat kan ik even laten zien. Maar uw kamer ziet er eigenlijk juist hetzelfde uit. Het is eigenlijk juist hetzelfde. De kamer, want we hebben het net ook gezien, die is bed. Staat bij ons aan de andere kant. Dus het is juist hetzelfde. Ja, ideaal. Ik heb genoeg, hè, want dat is voor 2 personen. Dus, voilà. Dus we wandelen nu hier op het dijk. En je kunt al raden waar we naartoe gaan, ja, denk ik. Ja, maar waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Ja, ik kan niet veel zeggen. Vertel het eens. Ja. Zeg het. Zeg het, vertel het. Een klein beetje. Klein. Wie is dat? Wie is dat? Wie dat Sam Goor is? Hier hebben ze ook truien, hè? Ja, zeker. The bitch is back. The bitch is back. Wie is dat? We zijn nu bij Radio 2. En mooi. Is dat wat? Ik denk dat hij van hier zo, kijk. Ik zal het even tonen. Dat is het eraan. Dus we hebben zo net een paar keer zien optreden, we hebben ook een foto.
die gaan jullie wel zien op de social media's. En ik denk wel dat je morgen niet... Ja, het was... Overstem, overstem. Ik denk dat ik morgen geen stem meer ga hebben. Die heeft u nu al niet meer. En we moeten nog naar de andere gaan straks, Cluzo. Ja, dus ik denk niet dat ze morgen nog een stem gaat hebben, want zij voelt nu al eens aan. Dus ze gaat geen stem meer hebben. Dus waarschijnlijk is hier binnengereden ofwel zat zijn dingen. Die is waarschijnlijk hier binnengereden ofwel zat zijn auto daar. Dus hier staat de zomerrit. En we zijn aan het kijken hoe dat we morgen sowieso, waar we ongeveer moeten staan, maar ook hoe dat we de repetities kunnen zien. Dus dat zijn we eigenlijk een beetje aan het bekijken. Dus en dit is hoe waar we gaan staan. En dan gaan we waarschijnlijk daar ergens kunnen staan voor de VIP's. Dus dat moeten we bekijken. Het ding is. Hier is zo'n hoedje op zo. Zo'n konijn. Oh, leuk. 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 Ik denk dat we dat gaan doen. We gaan het deze. Die staat ook op mijn kast. Dus hier gaan we de kaars branden. Weet u akkoord? Dat we bij deze heilige een kaars gaan branden. Ja, we hebben meer een Dus we zijn nu in Breden en we zijn op de avondmarkt. En daar gaan we eens kijken wat we daar kunnen vinden. Of we zullen ook niet vinden, maar gewoon eens een kijkje nemen. Dat is wel leuk om daar iets mee te maken. Om te zien wat ze hier precies hebben. Het was wel druk op het tram. Het was heel druk op het tram. Heel druk, amai. Je hebt nog chance gehad dat je even kunnen zitten achter. Ik heb haar even laten zitten, want ik dacht van ja, je moet ook de... Amai. Goh, wat hebben we op de tram allemaal gezien, hè? Dat is niet voor de... Dat is niet voor gevoelige kijkertjes, hè? Nee, totaal niet. Die plakte aan één met secondenlijn, denk ik. Ja, dan zagen er zo jonge mensen uit en nee, dat was een oude vrouw, hè? Ja. Een oude vrouw en een jongere gastje. Allee, waarom wachten we nog op een nee, grapje? Ja, nee. We zijn gewoon goede vrienden, we gaan niet zo dingen doen. Waarom sta ik hier zo anders? Zo veel te veel. Er is veel wind, mensen, dus ik weet niet of jullie mij goed horen. Dus ik ga ervan uit dat jullie mij horen, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik kan dat niet zien nog horen, dus ja. Pretty woman, en dan zit ik met problemen dat ik nu geen kastje meer ga nemen, hè, als ik hier tegenkom.
In het slechtste geval kan ik het wel het woord schieten. Je weet het niet echt, ja. Maar dan moet ik helemaal naar de Kapilstraat voor een bank op dat is. Dat zou maar denk ik. Dus je kunt iets drinken. Pretty woman. Dat is voor jou. Sorry, en heb ik het thuis? Het was echt koud. Kijk, wie kent er dit nog? Wie weet dat ik dit ooit heb gekocht? Deze lettertjes. Dus die heb ik ooit gekocht. Het is even wachten. Het is wel mooi, hè? Hondjes en konijnen. Oh, snoepjes. Snoepjes. Dat is wel iets voor jou, hè, snoepjes. Allemaal snoepjes. Zo lijkt banaantjes. Zo'n dat grote cola-flesjes. Oh. Amai. En daar houden we van grote cola-flesjes. Dat zijn grootjes, hè. Amai. Dat is ook lekker, kijk jongens. Kijk die polletjes daar, die blauwe. Ja. Ja, dit is hè. Voor u hè, als het koud wordt. Daar wat geweest. Ja. Naar het tong. Ja. Dat is het. Dat gaat toe, hebt. Ja, maar wat voor eet dan ook? Oh, dat maakt niet uit, die gaat douche. Dat is een gaat douche. Gaat dat hem in beeld? Ja. Nee, dat zijn die dingen die je vaak op TikTok ziet. Deze zie je vaak op TikTok. Hier hebben ze nog spinners. Zijn er die moet dan is je kosh? Zo Sarah arm dat hij. Sarah, als je dat ziet, spijt, ik zit er niet bij. Ik zie ze het al aan hebben, maar helaas is ze niet bij. Helaas. Oh, kijk, zo'n blote stitje heb ik ook. Uitverkoop, ja. De roodovels zijn verloren. Nu is alles in het verkoop. Kunnen we dan misschien voor la patat? Ja. La patat, 3 euro. Morgen de zomer. Hier, die kennen jullie ook allemaal.
deze. Ze zijn ook heel in op TikTok. Casa Ticket, je kent hem wel, hè? Die kent jij waarschijnlijk. Deze brillen. Je moet zo brillen hebben. Ja. Niet met zo'n surfbril. Wust. Moet je een wust hebben? Hamburger. Hamburger. Ja, hamburger maak ik ook. Ik heb hier weer een eetkraampje. Dat is mijn waffles. Oh, dat zie je dat ze die warme wafels maken. Ja. Dat ah ja, die wafels waar ik het over had. Ja, dat zijn die kleintjes. Nee. Dankjewel. Ja. Maar blijkbaar niet gestopt. Spijtig, hè? Ja. Bubble tea. Kijk, daar heb je een heel kraam bubble tea. Bubble tea. Ah ja. Bubble tea. Ken je dat? Ik denk niet dat je dat lekker gaat vinden. Die markt is hier. Dat is een klein markt. We zijn er nog niet, daar is ook nog, hè? Ja, maar dan nog. Amai, vroeger was dat die zoveel. Is dat dan? Dat is van oma dat die dingen zijn. Kijk, dat is oma haar merk. Ja, ah, ja, ja, dat dacht ik al. Maar ja, we hebben geen hond. We hebben alleen maar een kat. Ze hebben niks mee. Maar voor katten nemen ze dat blijkbaar ook, hè? Ah ja. Nee, dank je. Nee, dank u. Hier is wel leuk. Uw poes. Zo ziet deze wel in op je kast staan met Barkeil op. Niks, Barkeil. Ik zal het niet staan. Zal ik mijn kop erop zetten? Dan kunnen we mijn kop erop zetten. Wel leuk, hè? Zo, maar het is kleren, kleren, kleren. Zoiets voor jou? Zo'n truitje dan. Deze. Echt het voor jou. Als je een kooit met Sarah hier ziet, kan je net niet wie dat dan passen. Amai, je weet dat nog. Ja. Dit zijn zo wat kleertjes. Broeken en zo allemaal. Oh ja. Speciaal stofje. Zo'n broek voor jou. Ja, nee, die krok zo in beeld of wat? Nee, die krok staan er niet op. Mensen, wil je de krok zien? Ja, ja, ja. Nee, is waar. Dat is de kop van een leven. Hè? Dat de kop van uw leven was. Allemaal lekkere dingen. Er heeft wel zin in, denk ik. Lekker, hè? Voor jou? Lekker, hè? Het is zo, onze laatste halte gedaan.
En wat zijn we van boven? Van Bekkelenzo. En dit is wat ik hier zie. Allemaal niet. Waarom is hij er ook? Het is een staart. Zo zie je heel veel. Dus ja, wat zal het zijn vandaag? En dan is het laatste dat we vandaag gaan doen. Het laatste dat we vandaag gaan doen. Dus ik kan wel afscheid nemen dat we misschien niet zo zeggen van. Vond je dit een leuke tweet? Een leuke video, geef geen duimpje omhoog, niet te abonneren. Tot de volgende keer, maar weer. Tadaa!